Bij Lifehand in Tilburg zijn ze lekker bezig. Binnen 3 jaar hebben ze in 130 verschillende landen klanten. Hoe ze dat gedaan hebben, dat zien we zo. Maar ik moet de jongens eerst even laten weten dat we er zijn. Lachen, Joost. We zijn er. Hallo. Hey. Dit is dus de Lifehall. Hier zijn jullie mee begonnen. Ja, dit is inderdaad de Lifehall tool. Hier zijn we 3,5 jaar geleden zijn we hiermee begonnen. Tijdens de Tilburgse kermis wilden we eigenlijk alle social media berichten. Wilden we eigenlijk op een unieke manier ook een beeld krijgen. Zodat je online naar offline haalt eigenlijk. En we hebben daar met de studio in Tilburg zijn we daarmee begonnen. En nu is dat iets verder gegaan. Ja, iets verder. Meer dan 130 landen. Ja, meer dan 130 landen wordt het tooltje gebruikt inderdaad. Van bruiloften tot de Olympische Spelen. WK voetbal heeft het gebruikt. En ja, daar zijn we heel blij mee natuurlijk. Ja, 1, 2. Ja! Hashtag omvoet. Oké, en dan share. We halen alles wat in dit geval over Omroep Brabant gezegd wordt, halen wij van Twitter af, van Instagram, Facebook, Google+, Pinterest, noem maar eigenlijk op. Komt bij ons in het systeem en we hebben 20 manieren hoe het weergegeven kan worden. Je kunt er een achtergrondje, een filmpje bij. Kijk, daar is die. En zo gaat het dus ook op festivals. Zo gaat het echt op festivals. We waren op Solo, op Dance Valley. Hier ontstaan alle ideeën? Ja, hier ontstaan de meeste ideeën. Hier proberen we nieuwe ideeën ook meteen te testen. Zoals je achter ons ziet, hebben we hier een leuk itemtje staan. Tweetkanon wordt dit genoemd. Dat hebben we gebouwd voor een niet nader te noemen chipsmerk. Wat op verschillende festivals in Nederland gebruikt is. Mensen konden via Twitter of Instagram konden ze een berichtje sturen zoals de Lifehall tool betaamt. Kwam je op een scherm terecht met je hoofd, je naam en welke kleur je het leukste vond. Maar wat de mensen niet wisten, dat je daarna ook die kleur door een verfballon de menigte ingeschoten. Nou, dit is volgens mij de nerdroom. Ja, dat klopt. Ja, naast dat, je hebt natuurlijk allerlei leuke dingen al gezien, maar daar zit ook heel veel techniek achter en complexe dingen. En hier wordt dat allemaal bedacht, ontwikkeld en eigenlijk het nerdgedeelte wordt hier gedaan. Ja, klopt. We hebben de Holland's Got Talent juich-app. Met die app kun je laten zien hoe hard jij thuis juicht vanavond. Als je dus hoort op tv, kijk mee met het tweede scherm, dan hebben jullie het gemaakt. Ja, die kans is aanwezig. Ja, klopt. Ja. Dat is wel een behoorlijke uitdaging, denk ik. Ja, zeker. Ja, we hebben dan ook veel geoefend, dus dat is, wij denken dat we daar steeds beter in zijn geworden. En het is lunchtijd. Het is lunchtijd, ja. Ja, dat wordt jullie gewoon binnengevlogen. Ja.